Ik weet dat zij er ontzettend lang over heeft gedaan om hardop uit te spreken. Mijn zoon heeft autisme. Kijk, ik heb niet om deze situatie gevraagd. En mijn vrouw ook niet. Ze is ziek. En dat zie je aan de buitenkant niet. En door dat te accepteren kan ik mijn leven weer een beetje op de rit krijgen. Het bleek dat ik niet de enige moeder was met een kind met een psychiatrische achtergrond. Ik wilde eigenlijk er ook niet alleen laten, dus ik ging minder werken. Ik ging ook veel meer vanuit huis werken. Dus mijn wereld werd ook steeds kleiner. Het contact met lotgenoten is voor mij heel erg belangrijk geweest. Blijven dingen doen, leuke dingen doen en humor, daarvan zei ze die... Die gun ik of die geef ik de andere ouders graag mee. Ja, want dan hou je het langzaam vol met elkaar samen. Ja.